Welkom bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Het seizoen staat op losbarsten en we hebben weer een paar hele mooie actiewielen binnengekregen. Vandaag willen we er één gaan presenteren. Ik zal me eerst voorstellen. Mijn naam is Mark Meerbeek. We hebben al meer dan 40 jaar een fantastisch caravanbedrijf in Doetinchem waar we echte topmerken verkopen. Bij die merken dan moet je denken zoals een Hobby, aan Vent, LMC, Adria, Bici, topmerken. Vandaag willen we u een mooi actiewiel laten zien van de LMC. De LMC Staal 440D. Dit is mijn collega Ryan. Ryan. Je hebt je goed verdiept in de buitenkant van de caravan, hè? Ja, heel goed. De buitenkant is echt super mooi. Maak bij zo'n rondje, we hebben heel erg veel caravans staan. En campers ook. Maar degene die u nu gaat zien, dat is echt de allerbeste. De Staal 440D. Laten we beginnen bij de achterkant. Met een mooie automotive achterlichten. Die echt nooit kapot gaan. We hebben dat nog nooit in de werkplaats meegemaakt dat daar wat mee aan de hand is. Ik heb er ook al het vertrouwen in dat dat bij deze caravan ook weer goed is. Zie ook de Bigfoots. Het staat dus lekker stevig op de camping. Lekker groot achteraan. Hebben ze er ook bij besteld bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Dus weer heel erg veel natuurlijke lichtinval in de rondzicht. Mooi handvat ook met een LMC logo. Mooi die grijze tinten. Gewoon echt een perfect kleurspel aan de achterkant. Nu de zijkant. De zijkant is ook heel erg mooi. Ik zal de deur sluiten. Dan krijgt u echt een perfecte totaalindruk van de caravan. Kijk wat mooi met het hele grijze stuk in het midden van de zijkant. LMC, daar staat het weer, in het mooie rood. Super leuke kleur is dat. Ze hebben ook gedacht aan een raam in de deur. Dus daar ook natuurlijk licht in valt. Dit raampje is natuurlijk ook gewoon te verduisteren. Met de verduisteringshoor. En hij heeft ook dat veiligheidsslot van LMC, hè? Dat is ook mooi. Als je deze op slot doet, kijk. Dan komen die pinnen eruit, waardoor die extra goed afsluit. Veiligheidsslot van LMC is standaard doorgevoerd in de bureau. Ja. Ja, veiligheid is ook heel belangrijk. Daar heeft NMC ook heel goed over nagedacht. Daarbovenop ziet u iets wat meer bekendheid heeft toegevoegd. Dat is de Thule Omnisca 6300 luifel. Als u die uitdraait, dan kan dat tot 2,50 meter. Caravan is 2,30 meter breed. Dus er komt er gewoon nog 2,50 meter leefruimte bij. Kamperen is buitenleven en dat kan dan lekker onder de luifel. De luifel is voorzien van een mooi grijs anthraciet doek. Past perfect bij deze kleur. Dus daar hebben ze echt heel goed over nagedacht. NMC en Meerbeek samen. Krijgen we hier een heel erg mooi serviceluik. XXL serviceluik. Met mijn collega Mark, ziet hij wat? Ja, wat ik hier ook weer zie. Hier zit ook weer die move onder, hè? Die allernieuwste Enduro move. Volautomaat met waterpasfunctie, hè? Ja, dat is ook en nu doe jij net het serviceluik over. En dan kun je ook zien hoe mooi die ingebouwd is, hè? Ja, daar ziet u dat. Daar bevindt zich de accu en de box van de move. En wat uniek is, dat is een lithium accu. Ja. En die weegt met 3,5 kilo. En hij is ook lekker compact. Dus u levert geen beladingskilo's in. En ook geen beladingsruimte. Alles kan mee op vakantie. Dit is ook mooi, hè? Ja, overal van nagedacht, zeker. Ja. Hier ligt de verwarmingsbuis. En daar hebben ze gewoon even een sterk aluminium hulsel omheen gedaan. Dat dat niet kan beschadigen tijdens beladen. Dat blijft mooi dan, hè? Dat blijft dan mooi, ja. Ja. Het is mooi als je het nieuw koopt, maar het moet over 10 jaar ook nog mooi zijn. En dat is gewoon mogelijk met deze caravan. Is dit ook GFK? Ja, dit is GFK. Dat is hagelbestendig. Dus... Hij is niet heel snel beschadigd, maar wat daar nog beter aan is, is als u de caravan gaat verzekeren, dat uw premie een stuk lager zal zijn. Dat is wel ideaal. Krijgen we hier zo de prachtige wisselbelading van de RMC caravan. Ik zal hem even omhoog doen. Met de aluminium anti-slipbodem. Plek voor 2 gasflessen. U kunt ook nog een reservewiel meenemen als u dat zou willen. En de afvalwatertank zal er voorzien. Die zit er ook gewoon al bij. Wat ik hier zie, dat is ook een mooi detail. Hè? Deze wagen is voorzien van een 1700 kilo as. Hè? Hij is super licht in gewicht. Maar zo'n LMC is gebouwd op een Alco chassis. Met een, die brede uitdraaisteunen die je al liet zien met die Bigfoots. Hè? Ja. Maar dus zonder meerprijs kun je dat 1700 kilo laden. Ja, dat kan alles mee. Ja. Daar kan alles mee en dan kan alles ook weer mee terug. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Als u op vakantie wat leuke spullen koopt, dat u dat dan lekker mee kunt nemen naar huis. En dan zet u dat ergens in de kamer neer en dan kunt u weer lekker terugdenken aan dat moment met de LMC caravan. Wat zo leuk was in bijvoorbeeld Zuid-Frankrijk. Ook nog een stabilisator van Alco. En we hebben de caravan lekker ruim opgezet, dus we kunnen ook de andere zijkant bekijken. Die is ook heel erg mooi. Staal. En ze doen heel erg veel leuke dingen met deze lichtgrijze kleur.
de donkergrijze kleur en de rode kleur. Die gaat u dadelijk in het interieur ook weer tegenkomen. Dat is heel erg leuk altijd, als de buitenkant goed bij de binnenkant past. Mijn collega Mark die weet alles over de binnenkant van deze caravan. Ja, wat super gaaf is, we gaan nu even snel naar binnen. Hij is dus gebouwd in de Japandi-stijl, dus een hele mooie moderne kleur. Maar ook een bed wat modern is, hij is al 2,10 meter lang. Ongelooflijk groot bed. Laten we eens naar binnen gaan, kom maar. Kijk, hier zijn we binnengekomen bij die 440D-stijl van LMC. Laat de camera maar eens rustig omdraaien door het interieur. Mooi modern interieur. Mooie grote kastkleppen voor gekozen zijn. Met een hele slimme vakindeling, waardoor er veel bergruimte in kan. Lichte houtkleur. Dit is een mooie wit kleur. En er is ook anti-vlekken staan. Dus hier kan je met de vette vingers aan, krijg je geen vlekken erop. Hele mooie indirecte verlichtingsstandaard gemonteerd. Met ook bijvoorbeeld op een hele slimme manier stroompunten voorzien. Hier heb je USB-stopcontacten. Kun je alle punten verplaatsen op de rail. Heel leuk bedacht. Geldig voor de spotjes. Kun je het uitpakken. Kun je op een andere plek vastpakken wat je zelf graag wilt. Hier is ook een indirecte verlichting ingebouwd. Hij staat nu niet aan de stroom, maar ziet er heel erg mooi uit. Het lichten valt sowieso op. Maar zoals mijn collega Ryan net al zei, je hebt veel ramen aan de buitenkant die groot zijn. Maar ook aan het dak. Kijk, je hebt hier een heel groot heki-dakluik boven de zit. Wat een hele prettige gevoel geeft van zitten. Je zit hier even zo buiten zit. Ja, en als ik hier zo zit, eigenlijk moet je dit even komen controleren bij ons in de showroom. Het is een hele fijne kussenkwaliteit met een mooie lichte stof. De moderne gordijntjes op roeden, die kunnen omhoog getrokken worden, zeg maar. Waardoor dus ook meer, zeg maar, als je omhoog trekt, weer nog meer licht naar binnen krijgen. Super sfeervol en modern. Afgewerkt met het olijfgroen, dus die lichte houtkleur met het wit olijfgroen. Ziet er super chic uit. Nou, dan komen we de ruimteverdeling aan. Kijk, die rondzitten was groot, hebben we net al gezien. Dat is echt royaal, daar kun je ook maar 6 man zitten. Maar die keuken is ook groot. Kijk, hier is die keuken. Je hebt echt dit stuk extra. Waardoor je dus heel erg grote keukenlades hebt. Met een softclose wat erin zit. Pushlock sluiting. En dan heb je hier dus gewoon 3 lades in zitten. Waarbij sommige fabrikanten vaak die onderste een deurtje doen. Dan doen ze hier ook gewoon voor een lade. En daarnaast weer een apothekerskast. Kijk, die keuken uittrekken zo. En hier heb je ook weer extra bergruimte. Waar je makkelijk je spulletjes op kunt bergen. De LMC werken ze al jarenlang met Dometic. Die hebben hier een speciaal gascomfort ontworpen. 3 pitten erin met elektronische ontsteking. Hier is de spoelbak voor het water. Boiler zit er natuurlijk standaard in. Al die luxe is gewoon standaard in deze caravan. De koelkast is ook door dit van ingebouwd. De allergrootste. De 140 liter. Enorm grote koelkast. Met een heel groot vriesvak. Wat je hier aan de bovenkant kan zien. Dus alles is eigenlijk ruim en groot. En mijn collega Ryan ligt nu op het bed. Ryan, hoe ligt dat bed? Dat ligt helemaal geweldig. Ik ben helemaal tot rust gekomen. Maar dat is dus mooi. Dus 2,10 meter in de lengte. En 1,45 meter in de breedte. Dat is eigenlijk wel heel uniek. En wat ik ook nog zie, boven het voeteneind van Ryan, hebben we ook alweer slim met ruimte omgesprongen. Hier nog weer extra bergruimte. Kijk, nog weer een hang- of legkast, dat kun je zelf kiezen. Je kunt de stang erop uitpakken, het plankje eruit halen. Dus hang of leg, het kan beide. En dan, dat is inderdaad, als je lange benen hebt, kun je lekker liggen. Maar dan zou ik wel zo gaan liggen zoals ik lig. Want als je andersom gaat liggen en je schrikt bijvoorbeeld een keer in de dag, dan zou je dan tegen het hoofd, tegen de hangkast aan. Dus ja, dan zo liggen als ik lig. Maar ze komen er ook makkelijk uit, hè? Ja, dat klopt. Daar hebben ze over nagedacht, heel misschien, hè? En dan zit hier een accent toilet. Die is ook mooi uitgevoerd. En dan denk je, waar is de wasbak? En die zit er ook in. Die is schuifbaar. Kijk, die kan ik zo naar voren halen. Maar met een gezin heb ik de maximale zitruimte dat ik hier zit. Wat gewoon heel comfortabel is. En ja, overal is aan gedacht. Hier hebben we kastjes van gemaakt zelfs. Waar je spulletjes op kunt werken. Legvakken zitten erin. Heel veel kastruimte. Met hier is dan weer ruimte die ook gewoon vrij is. Bewegingsruimte. En hier dan weer een grote legkast die erin zit. Die ook mega veel ruimte geeft. Dus ja, het is eigenlijk een hele compacte caravan. Hebben ze bij LMC dus heel slim ingedeeld door die op alle manieren ruimtelijk te maken. Ja, het is een oplossing die wij normaal zeggen, als je dus in kleine ruimtes wil bouwen, kan het best heel duur zijn. Maar dat is hier dus heel erg goed gelukt. Deze hebben wij van Meerbeek voor een speciale prijs in kunnen kopen. Dat is ongelooflijk scherp. Een splinternieuwe caravan met luifel, met mover, met die 1700 kilowatt. Dik onder de 30 mil. Ryan, weer buiten zijn prijs laten zien? Ik zie buiten iemand lopen. Ik wil de LMC 440D kopen. We zijn toevallig net een filmpje daarvan aan het opnemen. Ik kom zo bij u. We gaan nu de prijs aan u laten zien. Prima, kom, we gaan naar buiten. We hebben al het geïnteresseerde. Licht gewicht, ongekend laadvermogen en ongekend lage prijs. Rijn, wil jij dat eens even toelichten? Ja, hier staat het allemaal. Hij heeft dus een eigen gewicht van 1050 kilo. Dus door bijna iedere auto wel te trekken. En u kunt dus, wat we al zeiden, beladen tot 1700 kilo. En hij is maar 6,82 meter lang en 2,30 meter breed. Hij zit dus ruim onder de magische 7 meter grens. En dat
kunt u allemaal kopen voor €28.995. Nou, normaal gesproken kosten dit soort caravans zo compleet €35.509. Dat is gewoon alle accessoires bij elkaar opgeteld. Maar bij Meerbeek hebben wij heel erg slim ingekocht. De caravans, de luifels, de movers, al de accessoires. Dan kunnen wij dus een korting bieden van Mark. En dit was het €6.500. Dus zoals ik net al beloofd, deze nieuwe caravan kunnen we ruim onder de €30.000 aanleveren. Dus ja, kijk, de caravanmarkt is 100% hot. Er is enorm veel vraag. Fabrikanten kunnen de productie bijna niet bijbenen. Wij kopen vroeg van tevoren en daarom hebben we een goede voorraad. Wat u in het begin van de presentatie zag. Maar kijk ook eens op Marktplaats. De particulieren die de laatste jaren gekocht hebben. Die nu hun spullen weer willen verkopen. Ze vragen mega bedragen voor hun producten. Ik zou zeggen, kijk eens goed naar dit aanbod. Dan ben je echt gek bij een gebruikte caravan koop. Dan zou ik gewoon een splinternieuwe kopen bij Meerbeek voor €28.995. Alle maten zijn ruim van binnen. Het laadvermogen is ruim, alleen de prijs hebben we heel klein kunnen houden. Dat is uniek bij deze Meerbeek Limited Edition, Ryan. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus jij, zijn jullie enthousiast geworden voor deze presentatie? Zou ik zeggen, wil je wat meer informatie? Kijk op onze website www.meerbeek.nl. En als ik zeg, kom snel naar Doetinchem, gaan wij u deze caravan alle details van vertellen. En ja, dan kun je, als je naar vakantie wilt, hoe lang duurt het voor je met zo'n mooie caravan op vakantie kunt? Nou, als de zon schijnt, zoals vandaag, kan dat binnen 24 uur. Ik zou zeggen, tot ziens in Doetinchem.